De Para Food and Music Festival 2023 die wordt er gehouden in de periode van 1, 2 en 3 september. Heel wat internationale artiesten zullen ook hieraan meedoen en vooral Suriname die er bekend staat om hun lekker eten. Nou, we spraken er over de driedaagse Para Food and Music Festival 2023 met de promotor van deze driedaagse festival. En dat is dan de heer Pro Moorman, die dan vol enthousiasme vertelt over de show, het festival zelf, de opbouw daarvan, wat de gemeenschap of het publiek allemaal mag verwachten de drie dagen, wat een kaartje kost, waar de activiteiten allemaal gehouden zullen worden. Young Talent Entertainment die presenteert er op 1, 2 en 3 september 2023 de Para Food and Music Festival 2023. En we zitten er met de welbekende Pro Moorman, die ons dan zal vertellen over deze driedaagse Para Food and Music Festival. Dit is de hoeveelste editie? Goed, alvast bedankt. Dit is de tweede editie. De eerste editie was natuurlijk een pilot om te kijken van hoe het allemaal gaat. En dat Master Ellie hem zelf ervoor heeft gekozen, dus samen met zijn team Young Talent Entertainment, om de tweede editie te doen. Dit wordt de tweede editie. En we hopen dat er dus nog meer edities mogen komen. Maar voor nu moeten we het gaan doen met 1, 2 en 3 september. En wat mag het groter publiek verwachten? Wat het publiek mag verwachten, het heet de Para Food and Music Festival. Dat wil zeggen genoeg eten, genoeg entertainment, lokaal als internationaal. Als ik praat dus over Suriname, Frans-Guyana, Nederland. Maar voordat wij gaan starten, dat betekent 1 september, beginnen we met die Little Miss Beauty Contest Para. Dus dat wil zeggen, we beginnen met de toekomst van Suriname. Met die jongeren. En om 9 uur begint dan het officiële gedeelte, het entertainment gedeelte, op 1 september. Dus daar gaat het beginnen. Het geheel begint met een beauty pageant. Het begint met een beauty pageant, ja. En het heet de Miss Beauty Contest Para. Dus zo heet het, de Little Miss Beauty Contest Para. Zo heet het allemaal. En wat zijn de overige activiteiten? De overige activiteiten, ik zal een paar namen noemen. Dus, want het zijn niet één dag, het zijn niet twee dagen, maar het zijn drie dagen. Dus dat betekent, we hebben King Colony, we hebben Lil Young, we hebben Dancehall Crew, we hebben Rowe, we hebben Kapalani, we hebben Korupa, we hebben Maruf, Kenya Domini, Cyril en de More Love Band. We hebben Wanda Banton, dat is dus een Nigeriaanse artiest. Trangarugi hebben we, we hebben Go To Money, we hebben Update, we hebben Jarsinho, we hebben King Koyeba. En natuurlijk de trots van Para, dat is New Style, Yanni. En zo kunnen we dus verder gaan. Maar willen de mensen op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt, zodat je alle updates hebt, kan je gewoon de page van Young Talent Entertainment Suriname. Nee, Young Talent volgen, Entertainment. En daar krijg je dus alle informatie die je nodig hebt. Ja. En dat gedeelte van food, want je hebt het gehad over entertainment, maar food is ook onderdeel hiervan. Wat kan je daarover vertellen? Wat ik kan vertellen hierover is dat er verschillende stands zullen zijn. Dus dat want dat je, if you want one bagafisi, if you want one karkong, neem het, alles staat op het festival. Dus dat wil zeggen, er is genoeg eten, er is genoeg drinken, want daar gaat het uiteindelijk om. Het is een Para Food and Music Festival. Ja. En stel dat er mensen zijn die kijken, die niet alleen willen bezoeken, maar ze willen ook zelf een stand daar hebben. Is er nog ruimte daartoe? Ik denk niet dat er meer ruimte is. Alles is dus al geregeld. De organisatie is good to go, ready. Ze wachten gewoon dus op 1, 2 en 3 september. Ik denk, wil je dat doen, dan moet je volgend jaar moet je haasten om dus op tijd te zijn. Ja. Wat is het groter doel van dit festival? Het groter doel ten eerste is natuurlijk om Para te promoten. Ja toch? Dus dat is één. Je wil de bezoekers zo goed als mogelijk accommoderen. En er zullen de eerste keer is het geweest. En natuurlijk zijn er schoonheidsfoutjes. Dus je gaat corrigeren om het beter te doen. En ik denk voor de rest, het is een nou een Saranasani. Dus dat want ik den Saranamang. Hoe op reden genoeg voel
hoe kon represent hoe Egi Sani of kon ondersteun hoe Egi Sani. Wat ik ook mag aangeven, de MC's zijn MC Dos en MC Vuren. En ja, je moet een kaartje kopen, ja, want het kan niet gratis zijn. Ik bedoel, zoveel geld gaat erin zitten, maar dat de organisatie toch durf om dit te organiseren, zodat wij een mooie vakantie mogen hebben. Dus dat betekent, van de kaartenverkoop voor de kids van 3 tot 12 jaar zijn de tickets dus 100 SRD per dag. Dus elke dag. Dat festival is dus 3 dagen. De eerste dag kost je kaartje voor het festival 150 SRD. Ja. En natuurlijk de tweede dag en de derde dag kost je ticket 500 SRD. Dus dat wil zeggen, elke dag kost die ticket, dus de tweede en de derde dag kost het 500. Want mensen komen in de war van 1000. Nee, die 1000 SRD die je hebt gezien, dat betekent zijn voor al die 3 dagen. Dus 1, 2 en 3 september kost je ticket voor al die 3 dagen, kost 1000 SRD. Dus dat betekent als je gaat optellen, als je een kaartje van 1000 koopt, dan zit je goed voor het weekend. Wil je speciaal een van die dagen komen, dat betekent het, dan mag je zelf bepalen. De eerste dag is het 150 SRD. De eerste dag 150, ja. De tweede dag 500, ja. En de derde dag 500. Klopt. Okay. En wil je een ticket voor al die 3 dagen, dan kost het je dus 1000 SRD. Dus de 150 SRD korting. Zeker weten. Je hebt het heel goed gezien, Ganesh. Ja, ja. De locatie. De locatie is natuurlijk Para, toch? Para Food and Music Festival. Dat betekent, als je de VCB-bank daar kent, te Para, ja toch, hoofdweg. En tegenover, daar staat het grote terrein waar het allemaal gaat gebeuren. En natuurlijk vraag je je af, waar kan ik mijn kaartje kopen? Waar we op dit moment zijn, is DNF Hartchirurgie. Dat is aan de Brokkepondolaan. Dat is net hier, kan je het kopen. EMA Groep, te Para, kan je het kopen. Eridori, Sapakara Straat, Latour kan je ticket halen. DT Niels te Latour. Nike Connect te Latour. Mode en Su, Koesewijnenstraat. Rich Pleasure en More, Indira Gandhiweg. Wasir Kopi, Print en More te Leisweg. En Licious Boutique te Fransjepanenstraat. Daar kan je allemaal je kaartje halen. Nou, Egi Sani. Smanom Duengunu, Unum Meka Prisiri. En dat Wantaki Parafestival, Young Talent Entertainment, nodig iedereen uit om te komen, om te genieten van het jaar. En het wordt allemaal gehouden 1, 2, 3 september. De tijden. De tijden, het festival begint dus elke dag om 5 uur. En het eindigt dus om 4 uur in de ochtend. Ja, ja. Dus dat Wantaki face like face. Ja. Vooral nu met de vakantie, kunnen de gezinnen dus hierop uit? De gezinnen kunnen natuurlijk erop uit, maar ik denk niet dat de jongeren dus tot laat 4 uur in de ochtend aanwezig kunnen zijn. Ik denk dat de jongeren tot een bepaalde tijd aanwezig kunnen zijn. En daarna is het tijd voor de volwassenen natuurlijk toch, want het zou niet netjes zijn dat je 2 uur, 3 uur in de ochtend nog jongeren daar hebt die daar lopen. Dat denk ik niet. Uw oproep? Nou, Suriname, de Para Food and Music Festival, het is voor jullie. Dat betekent het gaat gebeuren. Wanneer gaat het gebeuren? Vrijdag 1 september, zaterdag 2 september en zondag 3 september. We hebben genoeg entertainment voor jullie. De kaarten heb je allemaal gehoord van wat het kost, waar je het kan kopen. En voor de rest zeg ik, koop Prisiriere. Want het is nou aan Saranasani en hoe Saranasani omhoor naar hij. En ik wil Master Ellie en zijn team. Weet je, dat, want de man zit vanaf 2010, loopt hij met het idee om zo'n festival te organiseren. En dat het vorig jaar is gelukt en dat het van het jaar mag lukken. Dus dat betekent, laten we hopen dat we meer jaren erbij mogen krijgen met de Para Food and Music Festival.